Heel goedemorgen, welkom bij deze marktupdate van BNP Paribas. Gesteund door meevallende macrocijfers en positieve testresultaten van producenten van coronavaccin trokken de Amerikaanse indices weer aan. Wel waren het vooral de cyclische fondsen die konden profiteren en bleven de tech-aandelen, met name dus de Nasdaq, wat achter. Bij de fondsen steeg Tesla nog wel ruim 6% en naar een nieuwe all-time high. Volgens nieuwssites staat Janet Yellen, de oud-topvrouw van de Federal Reserve Bank, klaar om minister van Financiën te worden in de nieuwe formatie van Joe Biden. President Trump heeft zijn verlies nog niet toegegeven, maar wel inmiddels toestemming gegeven om de transitie van het bestuur aan Biden voor te bereiden. Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames blijft nog wel steeds oplopen in Amerika en toch gaan ze massaal reizen voor Thanksgiving. De Nikkei kon na een feestdag nog wat achterstand inlopen en sloot 2,5% hoger. Ook in Azië wordt enigszins opgelucht gekeken naar het feit dat er een start gemaakt wordt met het overdragen van presidentiële verantwoordelijkheden in de VS. Verder heerst er positivisme over de snelle voortgang van ontwikkelingen bij de coronavaccins. Toch bleven de andere indices rondom het vorige slot hangen. De futures in Amsterdam duiden vanmorgen op een positieve opening, ruim of bijna 1% hoger. Galapagos verkoopt haar Kroatische onderdeel Fidelta aan het Poolse Selfita en dat voor ruim 31 miljoen. Het onderdeel doet onderzoek naar ontstekingen, fibrose en anti-infectiva. En de top van Unibail Rodamco waarschuwt nogmaals voor de potentiële gevolgen van de coronapandemie op de financiële situatie van het bedrijf. KPN gaat de komende 3 jaar ruim 3,5 miljard investeren in de digitalisering van Nederland. Denk daarbij aan snelle glasvezelverbindingen, maar ook aan een verbeterde dienstverlening aan het MKB. Op de agenda vandaag IFO ondernemersvertrouwen uit Duitsland. We zien verder uit Amerika Case-Shiller huizenprijsindex en consumentenvertrouwen. Bij de analisten zet Bank of America ArcelorMittal op kopen, koersdoel 20. Sanford zet Danone op verkopen, koersdoel 53. Maar JP Morgan zet Danone op kopen met een koersdoel van 73. Morgen is er weer een Markets Update van BNP Paribas.